Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsbericht voor vandaag 11 mei 2015. Dit is het bulletin van maandag. De website ham-dmr.nl meldt een upgrade van de master software waaraan de Nederlandse Hytera DMR repeaters gekoppeld zijn. Als gevolg daarvan is de koppeling tussen D-Star en DMR verbeterd. Het is nu mogelijk om de call van het tegenstation in het display te lezen. Vooralsnog lijkt alles naar behoren te werken, zo schrijft webmaster PA3PM. Ervaar je een verandering in het gebruik van het netwerk, laat het dan op de website weten door middel van een reply op dit bericht. De website etenpiraten.com die meldt op 5 mei dat er twee marathon-uitzendingen uit de lucht gehaald zijn, waarvan er eentje vanaf Duits grondgebied zond en de ander vanaf Nederland. De gebruikte zender met een geschat vermogen, even kijken, dat was aan de Nederlandse kant, van 3 kilowatt, stond op een onbemande locatie aan de Boerlestraat, een watergewindgebied van de firma Vietens in de gemeente Olstweijen. Naast de 3 kilowatt sterke zender was een mast van plusminus 30 meter aanwezig met een onbekend aantal antennes. Voor de muziek werd een computer als geluidsbron gebruikt. Tijdens het bezoek op zondag waren de heren, ik zal de namen niet noemen, aanwezig, die alleen de zender en de gebruikte computer hebben meegenomen. Naast het wegnemen van de spullen moesten natuurlijk ook weer een aantal kabels vernield worden. Ondanks deze vernielingen is de uitzending relatief snel weer hervat. Nou ja, ze wensen de mensen ook weer succes bij het opbouwen. Je ziet het tegenwoordig steeds vaker. Agentschap Telecom die probeert de eigenaar van de grond aan te pakken. En de zenders die gaan dus steeds meer vanaf overheidsgebied of van terrein van grote bedrijven die van niets weten en die het amper kunnen beveiligen werken. Zoals bijvoorbeeld een waterwindgebied. Ja, het zijn allemaal ontwikkelingen die plaatsvinden, zeg maar. Kwalijk vind ik het dat de site maar steeds de namen van de verbalisanten blijft noemen. Een beetje flauw is dat. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Vanwege wat weinig nieuws vandaag, een niet-amateur verhaal, weer een micronatie. Ik weet eigenlijk niet zeker of ik deze al gehad heb, maar hij is wel aardig. Hij is wel leuk zelfs. Het Koninkrijk Redonda. Een eiland met een eigen koningshuis. Of nee, wel 4. En sinds 2007 zelfs een eigen ambassade. Of is het toch allemaal verzonnen? Het is niet zo bekend, maar onder het tot het Koninkrijk der Nederlanden behorende eiland Sint Eustatius, dat onder Sint Maarten en Saba ligt, bevindt zich het jongste zelfstandige land van de Cariben, Sint Kitts en Nevis, dat uit 2 eilanden bestaat. Pal onder het eiland Nevis ligt weer het eiland Montserrat, waar in juli 1995 de hoofdstad door een grote vulkaanuitbarsting geheel werd verwoest. In de zeestraat tussen Montserrat en Nevis ligt vlak boven Montserrat het eilandje Redonda, dat officieel weer tot een andere naburige Caribische eilandstaat behoort, Antigua en Barbuda. Ik hoop dat je het nog kunt volgen. Redonda is, als je een kudde wilde geiten niet meetelt, onbewoond en het bestaat uit een kegel van een uitgedoofde vulkaan, een beetje zoals Saba ook. Het hoogste punt van het eiland strekt 296 meter boven de zee uit en het totale eiland is 2,6 vierkante kilometer groot, ter vergelijking met het kleinste eiland van de Nederlandse Caribische gemeenten. Saba is 13 vierkante kilometer groot en Schiermonnikoog is 40 vierkante kilometer, Texel meter 162. Dus slechts 2,6 is die. Redonda werd in 1493 door Columbus ontdekt op zijn tweede zeereis. Hij ging er niet aan land, maar claimde het eiland wel voor Spanje en gaf het de naam Santa Maria de la Redonda, het ronde heilige Maria-eiland. Omdat er vanaf het schip het er rond uitzag. Nee, omdat het er vanaf het schip rond uitzag. Vanaf 1860 kwam het eiland onder Brits bestuur. Redonda is echter ook enige tijd een onafhankelijk koninkrijk geweest, hoewel niet duidelijk is in hoeverre feiten en fictie hier door elkaar lopen. De vader van de romanschrijver Matthew Phipps Shiel, bankier en inwoner van Montserrat, proclameerde zichzelf in 1865, het geboortejaar van zijn zoon, tot rechtmatig koning van Redonda. Vader Shiel meende dat hij dit ter gelegenheid van de geboorte van zijn eerste zoon kon doen, omdat tot dan toe geen staat blijk zou hebben gegeven van de wil om het eilandje te claimen. Die zoon zou op zijn 15e dan zelf tot koning Felipe worden gekroond, hetgeen inderdaad op het moeilijk toegankelijke eiland in een ceremonie geleid door een bisschop gebeurd moet zijn. Het verhaal kent echter vele versies. Volgens een van deze niet te controleren versies zou Shiel van koningin Victoria toestemming voor de titel hebben gekregen op voorwaarde dat het bezit van deze koningstitel geen inbreuk zou maken op de koloniale machtsverhoudingen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Of het verhaal nu waar is of niet, Shiel gaf zijn rechten op zijn schrijverswerk, inclusief de koningstitel, aan de schrijver John Gosworth, koning Juan de I, die de titel onder druk van de voortdurende faillietverklaringen zelfs aan meerdere mensen doorverkocht.
Goldsworth droeg de rechter en de titel uiteindelijk over aan ene John Wynne Tyson, koning Juan II. En die droeg de titel en het werk van beide schrijvers op zijn beurt weer heel recent, in 1997, over aan de Spaanse schrijver Javier Marías, koning Javier I. Koning Javier I pakte de zaken serieus aan. Onder zijn bewind kwam er een uitgeverij met als naam Reino de Redonda, koninkrijk Redonda, en een literaire prijs met dezelfde naam. De prijs bestaat uit enkele duizenden euro's, tezamen met een hertogtitel van het koninkrijk. Enkele houders van de titel zijn Francis Ford Coppola, hertog van Megalopolis, J.M. Coetzee, de schrijver, hertog des Honra, Alice Munro, hertogin van Ontario, A.S. Byatt, hertogin van Morfo Eugenia en Antonio Lobo Antunes, hertog van Cocodrilos. Er bestaan naast dit koningshuis echter nog andere koningen. Die claimen dat alleen zij de rechtmatige koning van Redonda zijn. Een van deze koningshuizen gaat uit van een andere koning Juan II, in dit geval ene Arthur John Roberts, die werd opgevolgd door koning Leo, William Leonard Gates. Deze koning leidt een regering in ballingschap die wordt gesteund door de Redonda Foundation, een organisatie die vele leden zou hebben en die een kleine krant uitgeeft onder de naam The Times of Redonda. Daarnaast is er nog een Robert Williamson. Hij claimt sinds 1984 dat hij de koning Robert de Kale is van de Redonda. En een vierde claimer van het koningschap is Max Leggett, die al sinds 1950 die claim doet. Ten slotte is er nog de Wellington Arms Pub in Southampton in Engeland. De uitbater van deze kroeg probeerde in 2007 om zijn pub uit te roepen tot ambassade van Redonda, om zo diplomatieke onschendbaarheid te krijgen. Op die manier zou de kroeg mogelijk kunnen uitkomen onder het rookverbod, dat sinds die zomer in de Engelse horeca van kracht werd. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Daily Minutes of Monday, May 11, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. At the end of this broadcast, so after roughly 4.5 minutes, we will have an MFSK32 message, which will center around 1,000 Hz, so you can prepare. It's a short message, just as a kind of test. The newsletter for the IARU monitoring system is out for the month of April. The monitoring system monitors intruders in ham bands, so all kinds of disturbances that shouldn't happen, but in fact they do. Radio France International, haven't seen them before, but it transmits on 7205 kHz, which is just above the 40 meter ham band, and as often stations nowadays have too much bandwidth. Radio Turkey International is also on the same frequency, and it splatters until around 7190. But Radio France even makes it a bit worse, with disturbances as low as 7180 kHz. Bundesnetzagentur is informed. There's a strong Russian noise floor on 14 MHz, which is on 14120 kHz, but also causes disturbances on the Nepal emergency frequency, which is quite severe. And well, next to that we have the usual CBs, this time from Brazil, on 28 to 28315 in AM. Next to that, the Russian voice scrambler Yakta is daily heard on 21000 MHz with voice traffic and in-band synchro signal on 21001.5. Also, there were a lot of hams that didn't know how to behave on the 14205 Nepal frequency, shouting Ola and transmitting RTTY. Shame on you. Well, that was all for this month's newsletter. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo.